Ik heb een voordeel, denk ik, met de manier hoe ik ben opgevoed. Mijn vader was best een heftige, harde man. Mijn vader zei eigenlijk van kinds af aan al tegen me. Jij wil dit doen? Weet je, ik was als kind al heel gedreven om dit te willen doen. Hij zegt, jij wil dit doen? Prima. Weet je, je wil je school niet doen, je wil niet werken, je wil al die dingen niet doen. Prima. Dan ga je in ieder geval iedere dag oefenen. En iedere dag moest ik in de huiskamer staan. Werd er een camera, zoals we hier staan, werd er op me gezet. En mijn moeder, die ging gewoon koken, stofzuigen, die ging die shit doen. En dan die vrijdagavond thuis. Het eerste wat er gebeurde, althans een van de eerste dingen, de videoband erin. Eens even kijken wat ik deze week gedaan had. En daar gaf hij ongezouten kritiek op. Of de man gelijk had, daar hebben we het niet over. Weet je? En alleen, ik ben wel opgevoed met hele heftige kritiek. Weet je? Mijn vader was wel een pittige man. Dus misschien dat ik er daarom op een veel makkelijkere manier zelf mee kan omgaan. En besef ik me niet altijd wat het is als je iets tegen een ander zegt. Maar tegelijkertijd, je moet, kijk, je kunt het beter van mij horen. En dat ik tegen jou zeg wat ik van je vind. Dan dat je sympathiek van een heleboel mensen krijgt. Maar die kopen je plaat niet. Dat is veel kutter. Je koopt niet mijn plaat omdat je me zo'n zielige jongen vindt. Nee, je koopt mijn plaat omdat je hem fucking te gek vindt.